What up gasten, welkom bij deze nieuwe video op BarioTown, heel goed van je. Ik ben Bardo Ellens en vandaag gaan wij praten over een tweet die ik een paar weken geleden eruit heb gegooid. Het zit namelijk zo, een paar weken geleden had ik op Twitter gezet dat ik ging stoppen met alle gameplays en alle let's plays die ik aan het doen was. En dat deed ik ook. Ik ben gestopt met The Walking Dead, South Park en FIFA. Moet ik wel heel eerlijk zijn dat ik speel die drie spellen nog wel door zonder opnameapparatuur. Alleen waarom stop ik met alle gameplays en let's plays die ik doe? Dat is eigenlijk heel simpel. Ik heb heel erg het gevoel dat ik niet helemaal mijn ei kwijt kan in de gameplays. En de gameplays, mijn computer kan het niet altijd aan om die dingen te renderen. En daarmee zit ik altijd een beetje in de clinch. Waardoor eigenlijk als ik gameplays moet doen en banjo movies, dan gaat het gewoon niet goed. Dus dan heb ik zoiets van, oké, fuck it, ik ga liever voor banjo movies werken dan voor de gameplays. Want dat is gewoon niet mijn pakje Jan. Plus, op YouTube zijn zo ongelooflijk veel gamekanalen dat ik denk, ja, iedereen kan het wel. Althans, niet iedereen kan het wel, maar er zijn zoveel kanalen die het al wel heel goed kunnen en ook beter dan mij. Vanaf Jordi, Rick, Vincent, Jury tot aan David, Milan, Lars, Vaco, of Lars is Vaco, Paul, verzin het maar. Er zijn zoveel YouTubers in Nederland die ook fucking goed let's plays kunnen maken. Dus dan denk ik bij mezelf, dat is toch veel leuker als ik me ga focussen op hele andere content, nieuwe content die jij nog nooit eerder hebt gezien. En ja, dat is eigenlijk het korte verhaal, want het laatste wat ik zou willen, en dat meen ik oprecht, je moet nagaan, op banjo movies heb ik gewoon verteld hoeveel kilo ik weeg, al mijn tv blunders gooi ik daar open en bloot. Mijn leven, het verhaal achter mij en Anouk staat op YouTube. En dan zou ik het zo lullig vinden als ik ga liegen over iets kleins als een gameplay. Ik bedoel, als ik gameplay nu niet meer zo leuk vind, want wat ik heel belangrijk vind aan een gameplay is dat het voor mij ook een beetje de ervaring van een game weghaalt. Ik had zoveel zin in South Park The Stick of Truth. Alleen na 4-5 opnamesessies voor jullie, moet ik heel eerlijk zijn, was ik een beetje de draad kwijt en ik had er al geen zin meer in. Want ik wist dat elke keer als ik South Park moest gaan spelen, dat ik er overheen aan het praten moest zijn. En snap je hoe dat voelt als je weet dat je een spel gaat spelen en je weet dat als je het spel gaat spelen dat je eroverheen moet praten, want anders klopt de verhaallijn op YouTube niet meer. Dat is gewoon een heel naar gevoel en ik wil iets meer vrij kunnen gamen en dan gewoon na afloop kunnen vertellen aan jullie, hey, ik vond dat zo'n gruwelijke game of ik vond dat zo vet, ik vond dat zo jammer. En het zou heel jammer zijn, want het enige wat er dan nog in zit voor mij om een gameplay te maken, wat ik vind zelf niet echt super leuk meer, dat is het enige wat er voor mij in zit is dat jullie het misschien leuk vinden. En dat ik er geld aan verdien. Nou, dat geld verdienen is echt mijn laatste prioriteit. Dus dan is het alleen dat jullie het leuk vinden. En dan denk ik bij mezelf eigenlijk, er zijn miljoenen andere video's die ik kan verzinnen die jullie leuk gaan vinden. Dus ik denk dat we daarmee heel ver kunnen komen met heel veel vette nieuwe content. Denk aan de Banjo Studio die er nu is. Denk aan Chillen Zaterdag, Rick's Avonturen wat terug is. De dinsdagtip die we aan bezig zijn. We zijn bezig met heel veel nieuwe items. En natuurlijk, Banjo Movies krijgt de serie van de Teen Don'ts seizoen 2. Alleen, daar hoort natuurlijk wel iets bij. Want als Banjo Movies een serie krijgt van de Teen Don'ts seizoen 2, dan zou ik niet gek zijn, want Banjo Town, jullie willen natuurlijk ook iets. Ik weet dat Banjo Town en Banjo Movies een beetje twee verschillende groepen zijn geworden. Ze houden elkaar in de gaten en dat is alles. Maar de groep van Banjo Town die wil natuurlijk iets hebben wat helemaal voor jullie zelf is. Nou, ik heb heel goed nieuws, want ik stop met alle gameplays, alle let's plays. Ik ga niks meer doen, simpelweg omdat ik ook vind dus dat er genoeg YouTubers zijn die het allemaal wel beter kunnen dan mij. Maar daarom dacht ik bij mezelf, als ik nu toch stop, kan ik beter stoppen met één legendarische, allerlaatste serie. Eén allerlaatste serie, een slotoffensief der offensieven. Als dit offensief het niet wordt, dan wordt het geen enkel offensief het. Het offensief wat wij namelijk gaan doen, dat heet Banjopia. Dit is Banjopia. Banjopia. Banjopia, dames en heren, dat is een Minecraft wereld op hardcore survival mode die ik ben begonnen. Het zit namelijk zo, ooit heb ik een keer een hardcore survival serie gedaan van welgeteld 3 seconden. En toen was ik al dood. 3 seconden in de wereld en ik was dood. Nou, met alle respect, maar tot op de dag van vandaag denk ik dat dat het wereldrecord blijft van de kortste Minecraft survival wereld aller tijden.
En nu ben ik dus begonnen met Barjopia. Het is een serie waarvoor ik al heel veel heb opgenomen. Ik ga niet zeggen hoeveel, want elke aflevering kan de laatste zijn. Het is mijn allerlaatste gameplay serie. En ja, nogmaals, hardcore, dat betekent dood is dood en ik moet mijn wereld verwijderen. Dus op elk moment in de serie kan het zomaar mijn allerlaatste gameplay zijn. Nou, sorry, maar ik vond dat best wel een heel gruwelijk concept. Dus Barjopia, het gaat erom spannen, het wordt alles of niets. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij. Vanaf aankomende maandag drie uur uit mijn hoofd. Ja, volgens mij 3 uur wil ik Barjopia gaan lanceren op Barjotown. Oh, zoveel banjo's. Het gaat allemaal door elkaar in mijn hoofd nu. Dus Barjopia, 3 uur op Barjotown. Vanaf maandag, elke dag op Barjotown. Kijk vooral mee, want elke aflevering, ik herhaal, elke aflevering kan de laatste aflevering zijn. En dat is ook de kracht van deze serie. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ver denken jullie dat ik ga komen in Barjopia. Laat me vooral weten in de reacties hier beneden. Hopelijk heb ik het allemaal een beetje goed uitgelegd. En snappen jullie vooral hoe ik hier ook zelf in sta. Ik heb heel veel zin om Barjopia te maken. Ik heb nog meer zin om de 10 Don'ts te uploaden. En ik heb nog veel en veel meer zin om heel veel vette nieuwe Banjo movies voor jullie te gaan maken. Tot snel jongens, bedankt voor het kijken. En bedankt voor alle steun en likes en groene duimpjes. Want ik weet zeker dat heel veel mensen dit wel zullen begrijpen. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Banjo!